daar kleine, grappige en ontroerende berichten in. Gelderse Koppen, nu bij TV Gelderland. Ik ben midden in boswachterij Uggelen. Maar tegelijk ben ik ook in Aalten en in Ede en in Nijmegen en in de Betuwe en in Putten en in Arnhem. Maximaal. Maximaal. 1, 2 uur. Een half. Half uur. Dat is een half. En in Arnhem, daar hebben ze iets heel moois. Daar hebben ze alledaagse spiritualiteit. Spiritueel huishouden. Nou, dat wil ik wel eens van dichtbij meemaken. Ga mee, Maarten. Met je lampoen. Aan welke kant is Arnhem? Oh, door de rode wandeling. 11 november is de dag dat mijn lichtje, dat mijn licht. Sun is out, finally. On my way. Yeah, on my way. Dweilen voor een hoger bewustzijn. Strijken om de geest te verruimen. En afwassen om nieuwe energie op te doen. Joeke Nagel uit Arnhem geeft cursussen spiritueel huishouden. En ineens wordt dom poetsen een diep kosmische ervaring. Er wordt wel eens wat opgeruimd, maar niet fanatiek. Ik ben benieuwd. Hi. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Harm. Kom erin. Ja. En we beginnen meteen met spiritueel ramenlappen. Voor een beter zicht op de wereld en je eigen duistere binnenste. Dit raam doen? Nee, wacht even. Nou, is het belangrijk dat als je iets spiritueel wil doen, dan gaat het meer om wat je intentie is. Hè? Dus wat je gedachten erbij zijn. Ja. Dan om de handeling zelf. Dat is wel prettig. Met elke handeling waar je een intentie aan koppelt, breng je veel meer teweeg dan als je alleen maar een handeling verricht of als je alleen maar een intentie hebt. Ik doe heel erg mijn best, maar het is heus niet makkelijk. Ik begrijp wel dat spiritueel huishouden, daar moet je wel 15 keer zoveel tijd hebben voor uitrekken. Ja, zeker. Dus en het komt schoonmaken op zich, daar gaat het eigenlijk niet om. Nee, precies. Nee, dan snap ik het. Ja. Kan je nou nog spiritueel inzepen ook? Dat je zegt, ik doe dat in een bepaald patroon. Of. Ik denk dat het bij het inzepen het belangrijkste is dat je je afvraagt op welke manier jij zelf je sluier over je waarnemingen legt. Hoe kwam je op dat spirituele huishouden? Ik had het idee, het is zo'n chaos in mijn leven eigenlijk op het moment. Dat was het ook echt. Ja. Ik kan beter zorgen dat ik me concentreer op de dingen die ik kan, waar ik niet al te veel bij na hoef te denken. Want ja, zo goed ben ik daar niet in. En zorgen dat ik ruimte heb om me weer te kunnen bewegen en op nieuwe gedachten te komen. En is eigenlijk het enige wat ik in tijden van crisis echt voor elkaar kreeg, was om te stofzuigen bijvoorbeeld. Nou, dan is dat in ieder geval maar gebeurd. Ja. Want op het moment dat ik dan aan het stofzuigen ga, ben ik bezig met het opruimen en het schoonmaken van mijn basisbehoeftes. Ja, is omdat ik hier nu concreet iets opruim, doe ik ook iets aan mijn hele leven. Ja, zo is dat. Ja, ja. Ja. Dus wat je. Oh, dat is al wel meteen een stuk dieper, voelt dat. Let je even op de ruimte ondertussen. Dat proberen, ondertussen. Oh, je kunt er wel heel diep over doen, maar de vlekken zitten aan de buitenkant, hoor. Nou, dat was het spiritueel ramenzemen. Misschien dat ik meer haal uit spiritueel strijken. Ja, maar kijk, je hebt een beetje een incontinent strijkijzer. Niet dat ik incontinent ben overigens, hoor. Dan had je natuurlijk een schitterende spirituele hangbrug. Ja, maar want heel vaak gaat dat wel samen. Dingen die je herkent in je gereedschappen,
Die komen ook bij jezelf. Ja, dus als je zelf nogal druppelt, dan kies je een druppelend strijkijzer? Nou, dan gaat hij vanzelf ook druppelen. Ja. Wat is er spiritueel aan strijken? Bij strijken is het zo dat je de dingen die je voor je hebt, zo'n bloesje, dat is een beetje vervormd. Het heeft niet echt zijn eigen vorm. Dat klopt. Er zitten kreukels in. Er zijn een heleboel dingen die je mee hebt gemaakt, die op eenzelfde manier vervormen. Door de oordelen die je erover hebt. Ja. En door de herinneringen die je eraan hebt. Mooi. Ik gaf er net niks meer voor. Ik denk, daar loop je voor lul. Maar nu is het echt het haalt je op. Ja. Ik ga hem even heel niks ophalen. Nou, dat was even oefenen, maar nu ga ik voor het echtje. Spiritueel afwassen. Ja. Aan de binnenkant, dus in jezelf, ben je bezig met de intentie van je afwas. Ja. Anders kan je het net zo goed in je afwasmachine stoppen natuurlijk. Want die heb je ook zo gedaan. Die heb ik ook, ja, precies. Ja. Maar als je echt het veel te druk hebt en op het einde van de dag eigenlijk geen tijd hebt om te verwerken wat je nou allemaal hebt meegemaakt, en dat was een beetje het thema waarmee je aan de slag wilde, dan kun je je afwas uitstekend gebruiken om te verwerken wat je hebt gedaan. Dus wat je doet, is je koppelt je herinneringen aan wat je die dag allemaal gedaan hebt. Koppel je aan een vies kopje of een vies bord. Leuk. Als je er in de praktijk van elke dag iets mee kunt, voor mijn gevoel. Dat is waar. Zit ondertussen even met een blauw bord? Ja. Nou, dat is wel een spiritueel moment. Oké. Ben je intussen ook nog bezig eigenlijk met je dagelijkse bezigheden daaraan koppelen? Ik was nu bij het Ramenzeemer net. Oké. Okay. Dus zijn ben je helemaal in. Schiet lekker op, hè? De dag is nog maar heel jong. Dus ja. Zullen we een klein moment van bezinning doen? Dat is misschien een wel goed. Een afwasrustmoment. Dat is wel goed. Het is een mooi principe, toch? Dat als je aan spiritueel huishouden doet, dan kom je eigenlijk aan het echte huishouden helemaal niet toe. Dus volgens mij moet je dat doortrekken. Spiritueel dineren. Dan filosofeer je over eten. Dan heb je hele diepe gedachten. Maar je eet helemaal niks. Dat is goed voor de lijn. En bijvoorbeeld spirituele vakantie gaan. Dan ben je in allerlei landen in je hoofd. Maar je hoeft helemaal nergens naartoe. Dat is heel goed voor het milieu. Volgens mij is het een groeimarkt. Zo. Geloof, er staat een lift er langs de weg. Met een baardje. Maar even zo. Wat modern. Dat, helemaal niet juist. Dat komt omdat hier geen bus meer wil stoppen. We zijn tussen Hoenderloo en Apeldoorn. Ja. Apeldoorn, er zijn nog geen bus meer. Er zijn 8 halters hier weggehaald. Al 7 halters. Serieus? Ja. En u bent lekker in het bos aan het wandelen? Daar stond een halte. Daar stond een halte. En de bus stopt niet meer hier. 8 bushalters weggehaald? Ja. Dat is maar nogal wat. De mensen moeten hier extra auto's kopen om mijn kinderen naar school te brengen. Bent u daar boos over? Ja, ik wel, ja. Maar dat is slecht voor het bos ook, hè? Nou, gewoon tegen de draad in. Ja. Dus wel files toelaten, maar niet het openbaar vervoer stimuleren. En iedereen praat over duurzaam en milieu en dan haal je de bushalters weg. Ja. U ziet er heel natuurig uit. Hoe komt dat? Bosbouwer. U bent een bosbouwer? Ja, daarom moet ik naar Wageningen. Ah, jeetje. Nou, hoe gaan we dat doen? Want u staat er met het bordje en er stopt niemand. Nee, maar goed, ik kom wel weg hier. Denkt u? Ja, zeker. Dat komt goed. Zal ik even een poging doen? Dag. Hey, goeiedag. Oh, u zit vol. Hij heeft maar 2 stoelen. Ik dacht, een droomlift. Want die meneer heeft geen bushalte meer. Welke meneer? Die meneer de bosbouwer. Ik denk, nou, een mooiere lift kan je niet wensen. Maar, een Corvette. De droom van iedere kapper. Mooi, hè? Had Sam Malone in Cheers, die had een Corvette. Saïd uit Harderwijk leert Nederlands. En een taal leer je het beste door hem veel te spreken. Maar op school doen ze dat niet. En dus heeft Saïd een taalmaatje. Vrijwilliger Marinus van der Brink. Gaan we hier even kijken. Wat wil je eten? Nou, als we even kijken hier. Er staat een kaasbroodje. Ja, kaasbroodje. Ja. Goedemiddag, mag ik doe weer broodje kaas? Kaasbroodjes, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Nou, is het mooi gelukt. My dear, wait till the sun gets here. And you will wait too long.
Ik ben Said Hamed Hashemi. Maar ik ben 8 jaar geleden kom in Nederland. Dan Taliban in Afghanistan en oorlog geweest, dan een probleem met Taliban. Ik kom in Nederland. En Nederlandse taal is een moeilijke taal. We oefenen luisteren naar klanken. Dat is vaak heel moeilijk. En verder proberen we gewoon te praten. En dat kan overal. Elke week één dag komt huis. Bij mijn huis is helpen. Dan soms een dag komt buiten. Ja, en winkelen kijken voor boodschappen doen. Zou die goed zijn? Dat doe ik. Het is Fries, dus dat is heel moeilijk lezen, want dat kan ik ook niet lezen. Of moeten we nog even kijken bij iets van wat je wel eens doet met een fiets? Ja, dus met fiets ook, ja, goed. Ja? Zullen we eens kijken of we dat kunnen vinden? Ja. Nou, hier hebben we dingen met repareren, hè? Zullen we daar eens in gaan zoeken? Ik doe dat omdat ik tijd genoeg heb. En omdat het heel gemakkelijk is om te zeggen dat mensen die hier komen wonen Nederlands moeten leren. Maar als je dan niks doet, ja, hoe moeten ze het dan leren? Voor de school zeggen wie hebt de toelik. Dus ik zeg ja, ik heb de, maar soms mensen zeggen nee. Ik zeg ja, nodig die mensen helpen voor mij. Nou, we moeten wel even omdraaien, want anders heb je de fiets op zijn kop. Maximaal? Wow. Maximaal 1-2 uur. Een half. Half uur. Dat is een half. Half uur. Dat ja. Is, wat daar staat is een half. Half, ja. 1-2 is... Dat schrijven we zo, maar dan zeggen we half. Half, ja. Half uur. Half uur. Dus je moet in een half uur moet je een band kunnen plakken. Plakken, ja. Nou, kun je dat? In een half uur een band plakken? Ja. Long he will be. Groot bord in de tuin. Wat ooievaar, niks ooievaar. Gewoon, je weet wel. En toen was ik er. Maaike. Even stiekem een kraamvisite. Hé, hey, goedendag. Goeiedag. Dag, nou, verrassend. We komen van Maaike. Ja. Hallo, daar komen we. Ze zijn heel erg bij. Oh, Maaike, kom maar kijken. Je hebt ook goed veel personeel in actie. Hallo. Hey. Oh, kijk nou. Het was maar kleintje. Echt doet een piepje. Het goed? Gaat allemaal goed. Ja, heerlijk, ja. Is dit je eerste kindje? Tweede. Dus je had al een beetje geoefend? Ja. Want geen ooievaar, maar je weet wel. Ja, dat is de tekst van de eerste. Maar wat is je weet wel? Nou, dat weet jij ook wel. Dat die je weet wel. De meeste mensen weten dat wel. Ja, ja, ja. Jezus. Ja. Hey, en het verhaal achter deze enorme wieg... Dat is de wieg waar ik ook in gelegen heb. Ja, het is best wel een lekkere ouderwetse rotan, wat is het? Ja. Mooi. Rotan en eventjes alleen het onderstelletje opnieuw gelakt. Bekleding opnieuw erop gemaakt. Er zat iets van de trouwjurk van mijn moeder op, maar... Heb je dat eraf gedaan? Ja, maar na 30 jaar ruim is dat niet meer zo mooi, hoor. En leeft je moeder nog? Ja. Super dus trots. Bij deze, je trouwjurk is weg. Het was het lang gerekt, maar... Dat heeft ze zelf gedaan. Ze heeft hem zelf erop geknapt, hoor. Dus, het is misschien een heel moment, mooi moment om Maaike iets heel moois te wensen voor haar leven. Ik hoop dat ze haar eigen weg vindt in het leven... dat ze gewoon heel erg gelukkig wordt. En dat is het belangrijkste van alles. Ja, ben je zelf heel gelukkig nu? Ja. Ja, absoluut. Je hoort gewoon een week na afgelopen een postnatale depressie te hebben. Nou, dat is wel een beetje overdreven, hoor. Heb je niet? Nee, absoluut niet. Je bent gewoon heel gelukkig. Ja. Ik kan me dat wel voorstellen, want het... Ja, het blijft wel, een wonder. Het is een cliché van hier tot Jericho, ja, maar het is absoluut zo, hè? Ja. Maaike, een heel fijn leven. Maak er wat van, hè? Nou, ja. Dank je wel, hè? Ja, ze keek, ze trok toch even met de lippen. Ja. Moe. Denk erover na. Dat is wel voor het eerst. Wat een konijn, zeg. Nou, die nijntje. Oh, ik wou net zeggen. Schrik al, ik denk van zulke oren. Dat is toch niet waar? Nee. It's alright.
Paul Helmink was 36 jaar bakker. In deze bakkerij in Winterswijk sleet hij zijn dagen. Maar stiekem droomde hij van heel ander werk. Ja, van jongs af aan ook eigenlijk altijd al graag een keer café hebben. Maar mijn toenmalige partner die zag dat eigenlijk niet zo zitten. Die zegt van, ja, er komen alleen maar mensen die problemen thuis hebben en verzinnen het allemaal maar. En ik heb geen zin om dat 10 keer op een avond aan te horen. En dat was eigenlijk de reden dat toen een is geworden is. Afgelopen zomer kwam zijn droom eindelijk uit. Helmink kon zijn eigen stamkroeg overnemen. Hij verkocht de bakkerij en... Hier sta ik. Ik ben sinds een paar jaar gescheiden en ben weer vrijgezel dus. En nu was de mogelijkheid er, dus ik denk, dan moet ik dat nu maar doen. Ja, achter de bar en voor de bar, het is altijd weer hartstikke leuk. Aan die kant van de bar, daar kun je... Langer volhouden. Kun je veel langer volhouden. En dit is... Nou, dat is gewoon gezellig. Ja, dat is een tempo. Het is... Hij is achter de bar gezelliger dan voor de bar. Oh, nou, je hoort het al. Ik hoef helemaal verder niks te zeggen. Het wordt allemaal opgelost hier. We hebben vandaag nog van de week een biljarttoernooi. We hebben hier nog wel redelijk veel ook verenigingsleven. En dat gaat van een sjoelvereniging tot een biljartvereniging, schietvereniging. Ja. Er is eigenlijk elke avond wel iets wat te doen. Wat is een goede kroegbaas? Iemand die luistert. Gezellig. En geen eigen mening. Zolang als hij achter de bar staat. Nou, dan ben ik dus geen goede kroegbaas. Het is een normale jongen, dus geen blabla figuur. Ja, hij heeft humor, hij praat meer, hij kent de mensen. Dat vind ik belangrijk, als je een serieus onderwerp hebt, dan kan hij daarop antwoorden. Ja, nee. Dus ja, dat vind ik ook belangrijk, ja, voor iemand wie achter de bar staat. Ja. Paul, die kent zijn mensen, hij vult ze goed aan. En op die manier komen we hier weer graag. Henk, ik wil daar een biertje van me, jongen. Dit is voor mij ontspanning. Het is echt, hier geniet ik gewoon van. Een ander heeft een sport en ik heb dit. Ja, het is eigenlijk wel geworden wat ik ervan verwacht had. Het is niet zozeer dat het mij tegengevallen is of... nee, het is eigenlijk wel leuk gekomen wat ik verwacht had. Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Ik snap het nooit helemaal precies. In sommige gedeeltes van Nederland, daar doen ze aan Sint Maarten. Komen ze langs de deur met die lampions. En in andere delen helemaal niet. En in sommige Phoenixwijken hebben ze het volgens mij expres ingevoerd. Om het weer wat gezelliger te maken voor de sociale cohesie. Ik ben het wel eens vergeten. En wat je dan moet doen? Alle lichten uit, achter de bank gaan liggen. En klaar. Het gaat daar 3 uur vanzelf weer over. Midden in het rustieke Elspeet. Moet je hier kijken. Dag. Wat heeft u een geinig ding op het hoofd? Ja, leuk, hè? Oh, ik kom er even uit. Wacht even. Ik begon een beetje te spetteren. Ja, en toen dacht u, dan doe ik een tafelkleed op mijn hoofd. Sowieso. Ach, nee. Het is een leuk doekje, toch? Oh, dan moet u even op... Oeh, het is... Ja, dan moet je door het poortje gaan. Dat lijkt me veel beter. Heel zier. Wacht even. Kom even de modepolitie doen, want u woont dan weliswaar in Elspeet. Maar er zijn natuurlijk grenzen aan wat kan. Dus even kijken, hoor. U heeft een soort staphorster... ja, zoiets, hè? ...dingetje op het hoofd. Ja, ik vind het wel rustiek. Ja, ik ook. Ja. Wat vindt u ervan dat de buren zo in de tuin staan? Geweldig. Een staphorster tafelkleed. Nou, kijk, dat vind ik nou smaak. Kijk, zo'n vultkleurige jas. Ja, maar die werken niet in de tuin, hè? Ja, maar vind ik heel mooi, dus... Zeg, dacht je dat het... Weet ik dat? Zeg, dacht je dat het Elspeet van de geverfde haar...
Zeg, dacht je dat het Elspeet van de geverfde haar blond wassen en... Bruin isse. Blond wassen en... Bruin isse. Want Els houdt niet van wassen, want Els vindt... Daar ken ik niets van, Zet. Ga ik maar. Wassenaar. He? Wassenaar, ja. Ik weet van wie het is. Zeg, maar wanneer ga je echt naar Elspeet hier? In... Zijn we er toch? Ja, maar voor... Voor de Weiland Games. Nooit van gehoord. Ja, joh. Maar ken je de weg wel hier dan? Ja. Ja, je tom-tom werkte niet, denk ik. Nee, die is stom-stom. Vond het heel gezellig. En nog één tip. Er kan nog wel wat bij. Is een beetje kaal nog. Oh, ja. Man. In de... Het is herfst. Alle dahlia's zijn eruit. En... Marco van Asselt is gek op de Highland Games. Dat is gooien met dingen voor stoere mannen. Met collega-krachtpatsers oefent hij in een bos. Oh ja. Goeiedag, goedemiddag. Ben ik nou weer de enige die gewoon... Dat ziet de model uit. Kolossaal voor lul loopt, of... Hoi. Goedemiddag, Jan Harm. Hallo. Marco van Asselt. Hoi. Hoi. Steven van Harm. Nou, dat ziet er goed uit. Is het wat? Ja, ik zeg niet. Hoe hoog moet het? En ik moet er wel of geen ondergoed onder? Het is zonder ondergoed, uiteraard. Oh, zonder ondergoed. Ja, nou, dan vergeleek me nog even zo. Ja, ja. Dat is traditie. En ja, tot de knieën, over de knieën is goed. Is bij goed. De heren is dat over de knieën. De dames, ik vond dit wel een beetje wuft. Maar... De dames zo kort mogelijk, maar goed, in dit geval is dat prima zo. Goed. Ja. Nou, dus bord. Ja, we gaan beginnen, denk ik. Kom maar op. Oké. Okay. Ja, kijk. Dit lijkt er meer op. Ja, het hangt toch iets te omhoog hier, hoor. Oh. Oké, maar hou vast. Zoiets. Kijk. Dank je. Hij is een beetje stoerder. Nou, ik ben er klaar voor. Wat gaan we doen? Wij gaan de Highland Games doen. De sport. De Highland Games. Maar het is hier nogal plat, hè? Het is hier nogal plat. Je Zullen kunt je ook wel voorstellen. Highland Games noemen? Dat is ook prima. Highland Games, vind ik beter. Dat is ook prima. Ja, perfect. Die naam bestaat ook al. Dus... niks nieuws onder de zon. Dus, ik zie prima. Hier een soort kop van Jut-achtige paal. Ja, klopt. We willen het eerste onderdeel willen we hoog gaan gooien. Normaal gesproken is dat met een gewicht van 20 of 25 kilo. Zo hoog mogelijk, achterwaarts met één arm, over een lat heen gooien. Maar even voelen dat is. Oh, dat is hoeveel? Dit is 20 kilo. Ach, mijn hemel. Ja, dat is twee zakken kattengrim die je dan over een ding flikkert. En dan mag, mag je wel zo met... Nee, mag ook niet. Het is helemaal een beetje. Ja. Nou. Dus daar willen we graag mee beginnen. Nou, ga je gang. Oké. Hoe ver komt hij uit als je echt een hele slechte dag hebt? Moeten we wegspringen? Of? Ik kijk hem altijd na en ik tel meer de poppetjes bij hoor. Voor het publiek. Hoe ver moeten we afstaan? Ja, dit is een goede afstand. Goed, ja. Het gaat wel eens heel fout. Dat hij echt gewoon... Nooit gezien. Let op. Och, mijn hemel. Pok. Dat was een streepje, minstens. 4 meter is er bovenaan. Vijf. Ja, tussen de 60. Ja. Ja, dat is echt een flinke worp. Dit gaat amper over je eigen hoofd en jij bent een getraind iemand. Ik ben kansloos, vrees ik. Ik gooi mezelf tegen mijn voorhoofd. Mag je even zo? Oh, dat is echt niet normaal. En ik moet het met links doen, want ik heb een enorme tennisarm. Dus, Wat een smoesje. Nou, laten we eens even erin komen. Lijkt me echt heel gevaarlijk dit, maar goed. Blijf hem nakijken, dat is één. Ja, dat is zeker, ja. Let op. En dat komt omdat sommige... Dit was, nou, toch? Ja. Nou, nog niet over de 2,10 meter, dat is dan wel jammer. En ik trok mijn hoofd ook in, maar dat voelt echt... Volgens mij gooi je jezelf echt dood. Kan dat? Iedereen kijkt er wel goed naar en dan is het gewoon wegstappen. Heb je wat lichters om er even in te komen? Dat hebben we. Ja, zo over die paal heen. Dus wat zei je er nu bij? Iets van poep. Maar... Poep? Ja, nee, ik bedoel, ik... Ja, poep. Willekeurig moet... Is niet gewoon dat het belangrijk is dat je dan poep meer een oerkreet. Het is meer een oerkreet. Het is maar wat je lekker vindt, ja. Poep!
Oh, kijk eens. Ja. Ik snap wel wat je er leuk aan vindt. Ja, hoe is dat ooit bij jou begonnen? Ik had er sowieso altijd interesse in sterkste man zaken en zo. Daar begon het mee? Daar begon het eigenlijk een beetje mee. Maar vanwege mijn werk, ik werk bij Defensie, is dat wel lastig te combineren. En hier komt heel veel techniek bij kijken, dus dan kan het wel beter. Dat gaat wel meer richting atletiek gaan. Toen ben je voor het eerst eens een keer gaan kijken? Of zo? Ja. Op internet heb ik dus een beetje gezocht, sowieso om eens te gaan kijken. Je zocht een nieuwe pikante hobby. Ik zag wat leuks, inderdaad. Wat heb je ingediend? Google hobby pikant? Zoiets als sterkste man en wedstrijden. Dus om eens te gaan kijken. Nou, zodoende is het balletje gaan rollen en ben ik in Friesland gaan kijken. En sinds vorig jaar doe ik wat serieuzer met wedstrijden mee. Man, hoeveel weet je nou niet? Hè? Deze is iets meer dan 4 meter. Ach, mijn god, ontilbaar. Ja. Beginnersniveau. Kom on, hoe zwaar is dat? Deze weegt zo'n 40, 50 kilo, schat. Ja. Normale wedstrijden begin je ook met dit als kwalificatieboom. Dit is een licht boompje. Dit is een lichte boom. Vervolgens komt er een zwaardere 4 meter in onze klasse. En daarna zo'n kerstboom van 18 meter. En dan, In de hoogste klasse gooien ze met een 6 meter boomstam zelfs. Ja, dit is hoeveel lang? Deze is 4 meter en nog een beetje. Dus het is de bedoeling dat je hem zo diep mogelijk pakt. Zo laag mogelijk bij de grond. Ja. En dan klem je hem. En dan leg je hem in je schouder met de hoofd langs. Oh ja, dat is dus alweer techniek hier. Ja. En dan is het meteen de handen eronder. Ja. Trek ik hem aan. En probeer ik zoveel mogelijk mijn handen op 90 graden te zetten. Ja. Nou, dan is een klein aanloopje maken. En dan is het door de benen. Je waggelt heen en weer, dus het is hard. Ik hou mijn evenwicht. Nou, hij valt hem het is evenwicht. Ja. Aha, ja. En dan probeer ik dus het juiste moment te zoeken dat hij voorover gaat en niet te ver. En dan ga je erachteraan rennen. En dan erachteraan. En dan kwak je hem. In een rechte lijn. Ja. Oeh, hoppatee. Ja, jij kunt het echt goed, ja. Ja! Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Dan moet je net genoeg... Maar dan hoepel je die boom weg en als hij dan terugvalt ben je af. Nee, je bent dan niet af, dan telt het aantal graden. Een officiële scheidsrechter die daar een echte cursus voor heeft gehad in Schotland. Die houdt daar zo'n geodriehoek. Die weet dat uit het hoofd, hoeveel graden die maakt en dat telt dan als de score. Aha. Ja, niet. Ongeveer zo. Dat is er 45. Iets meer. Ongeveer. Plus minus, ja, 45 graden. 45. Ja, de scheidsrechter moet er echt naast lopen om dat goed te kunnen zien. Ja, ik stond ernaast. Ja. Hoe kan dat nou? Wat ging er fout? Ik had hem niet helemaal fijn in de handen staan. En ik denk momenten iets te laat gooien. Hij is allemaal net. Ja, het moet allemaal net. Het ziet eruit als een heel lomp soort kwakkerstok, maar het steekt enorm precies, dus enorm nauw. Ja. Ja. Leuk. Ja, als je nou eens even mee smokkelt gewoon een beetje zo. Ik heb nu het gevoel dat ik al zo op een soort camping-hurk toilet in Frankrijk ben. Zo en zo. Ja. Ik vond het 10 graden wel. Jezus, echt heel mooi. Weg ermee! Yes! Ik vind het ook heel prettig dat je gewoon ineens zo'n ding aan mag. Ja, is fijn. Heb je er nou wat onderaan of niet? Nee, traditie is zonder. Nee, ik denk, dan krijg je blaasontstekens, dat is me erg afgegaan. Nee, daarom moet je in beweging blijven. Okay. Hè? Dus nou, goed, dan houden we alles uit. En dan, ja. Goed. En dan heb je hem wap geslingerd, dan plots het ding en dan? Ja, dat is één grote ontlading. Hè. Je moet alle krachten... Dus die kreet komt eruit. Bijvoorbeeld. In 2 seconden ben je alles even kwijt. Dat is een grote ontlading. Ergste wat er bij dit onderdeel ooit misgegaan is. Ja, tot er wel eens publiek natuurlijk dat hij tussendoor zeilt. Hè? En dan wordt er gelukkig niemand geraakt. Nee, ja, hoezo? Maar, dat moet toch een keer wel gebeurd zijn? Volgens mij niet. Nee, in de geschiedenis? Zover bekend Schotland is niet. Is 3000 jaar oud, heel oud. Dat zou kunnen, maar dat is niet geregistreerd in ieder geval. Nee, dat is verzwegen heet dat. Dat zou kunnen, ja. Snel weg. Lange armen. Nou, babies. Ja. God, je voelt die hele ruggengraat zo shink. Dat is echt een technisch dingetje. En ik dacht, het is allemaal hartstikke inspannend. Dus hou even vast. Ja, wil je niet even wat lekkers bijzonders eten? Dat vind ik een goed plan. Ja. Maar wat nemen jullie zo al erbij? Een drankje? Ja, meestal inderdaad sportdrank erbij. Ja, nou, voor de rest gewoon normaal goed eten. Dit is speciaal voor jou. Ja, want het is spinazie. Want, lekker. Ja, zo kennen we gebruik. Even naar de basis, hè. Hoe lang doe je het nou? 2 jaar.
Dan denk je, ik heb het wel gezien, ik kwak een meter of 20. Het is goed. Nee, je wilt steeds verder, dat blijft. Het blijft een prestatie. Komt dat nou uit, die passie? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat wel te maken heeft met de krachtsport en even dat potje terug, competitiedrang. Wat er sowieso... Ik denk dat het gevarieerd is. Je hebt 5 totaal andere onderdelen, wat technisch heel moeilijk is. Wat alle raakvlakken heeft met atletiek. Alleen met zwaardere gewichten. Is het gewoon stoerder? Ik vind het wel, ja. En het geeft een extra kick. Ja, je voelt je echt man. Echt een beetje een kerel. Ja. Gewoon het gevoel als je met de wedstrijd bezig bent, dan gaat het gewoon lekker. Maar gewoon even aan het ijzer. En als je s'avonds thuis komt, dan ben je helemaal leeg gewoon. Dan denk je van, ja, dat is gewoon bruut. Ja. Ja. Oh, dat is het. Ja. Bruut. Ja. Mooi woord. Goed. Dus het gaat terug naar de basis van waar de man oorspronkelijk voor bedoeld was. Juist. Ik ga hem maar gooien gewoon. Ja, hier, daar ligt die boom staan. Oh, en dan gewoon... Oh! Kijk, verder dan net hier, hoor. Kom door de Janus. Ja. Graag gedaan. Ja, daar staan. Als je nou 3 mannen voor je auto hebt lopen... die zich echt de nieren uit hun rug trekken om jou van A naar B te krijgen. Is het dan meer of minder dan 1 paardenkracht? Gaat goed, nog 6 kilometer.